In coronatijden wordt er natuurlijk veel van thuis uit gewerkt. Ook wij hebben heel wat online vergaderingen en bijeenkomsten. Maar af en toe moeten we ook fysiek hier in Brussel aanwezig zijn. Een kleine blik achter de schermen. De meeste mensen kennen het parlement als het statige gebouw in de Wetstraat. Of als de grote groene zaal waar elke donderdag gedebatteerd wordt en wetsvoorstellen gestemd worden. Of van het decor van Villa Politica dat er zich vlak naast bevindt. Maar het meeste werk wordt op andere plaatsen in het gebouw geleverd. Zo vinden er in andere vergaderlokalen wekelijks verschillende commissies plaats waar nieuwe voorstellen besproken worden en soms ook hevig gedebatteerd wordt. En dat moet natuurlijk ook allemaal voorbereid worden. Achter de schermen heeft iedereen een bureau waar tussendoor vergaderd en gebeld kan worden.